Chicken nuggets, 20 stuks. Big Mac, medium voordeel menu. Oh mijn god, hebben ze dat hier voor Happy Meal nuggets. Twee Happy Meals. Eén ding aan. Hey jongens, hebben jullie honger toevallig? Ik heb net ontbeten. Hoe zou ik ontbeten? Nou, het is fucking, het is ochtend. Ja, precies. Daarom op de eerste planning voor vandaag, we gaan eten halen. Maar... Ik heb net ontbeten. Ja, dat zeggen wij net ook. Ja, het staat letterlijk op de callsheet, heb ik gezet gewoon. Hé, hey, we gaan langs de McDrive en KFC en dat soort dingen om lunch te halen voor ons allemaal. Het staat letterlijk op de planning en nu zit al te vreten. Nou, in ieder geval, wij gaan dus nu met z'n allen gaan we... Ja, ik wil hier niet meer zijn. Ja, oké, wat we dus gaan doen is, we gaan naar de McDrive of naar een KFC of naar een Burger King of weet ik wat, een drive gaan we heen. En we bestellen wat de persoon voor ons heeft besteld. Maar niemand rijdt door de drive. Bro, het is 11 uur. Ja, er zijn altijd mensen die nu gewoon aan het eten zijn in de drive. 100%. Nou, oké, ik ga het nog mooier voor jullie maken. We moeten loodjes trekken, want we gaan in één auto. En we zijn met z'n zessen. In één auto? Ik heb plek voor 5 mensen, dus 1 iemand moet in de kofferbak. En ik heb loodjes van wie er in de kofferbak gaat. Het is geen fucking GTA. Kut. Het kortste loodje moet in pak de kofferbak. Pak dan maar. Gewoon de kofferbak persoon gaat gewoon niet mee. Nee! Oh, maat. Oké, wie heeft er het kortste loodje? Ja, godver. Ik denk het zou zijn. Ja, dat is heel duidelijk. De kofferbak, man. Het gaat er niet om hoe lang hij is. Dat zeggen alleen mensen met een kleine pikdunkan. Iemand heeft een rolstoel kapot gemaakt die ik heb gekocht voor Dom. Wacht, ik heb hem nog niet geprobeerd aan en uit te zetten. Oh, nee. Wacht, rolstoel transition. Er komt een hele rekje op de aan. Stap maar in. Nou, je hebt genoeg ruimte hoor, ik wil er veel zeggen. Bro, hoe bedoel je? Nou, dit past. Het is wel karig. Dit past perfect. Nou, maar echt, dan kan hij even stabiliseren. Vul me even van mijn goede kant. Het past. Oh my god. Hallo? Hey! Je gaat wel even rustig over die fucking drempels hier. Ik ben zo blij dat Joost er niet is. Anders komt Pascal met nee. Ja, we gaan met z'n 7. Zo. Jongens, ik heb een vraag. Wat is nou echt iets waar we mega verdrietig van worden als dat besteld wordt? Macroket. Ik denk als ik nu... Echt zo'n volle maaltijd. Ja, zo wordt overtroffen met een big tasty... Ja, iemand die terugkomt eigenlijk van een nachtdienst of zo. Ja. Oh. Bukken, kan je even bukken? Ik kan mijn achteruit niet zien. Je hebt een parkeerhulp. Oh, ja. Je staat tegen de Tesla van Johan. We zijn er al bijna. Het is wel even zo'n bouwvakkersbus, hè? Die gaat koffie bestellen. Ja, die gaat koffie bestellen. Maar er zit ook een hond. Goed zo, we hebben hem. Ja, nice. Wat is een egg muffin? Het is gewoon een eiermuffin. Het is een muffin met een ei. Ja. Hoe maak je anders een muffin? Ah, gewoon met biologisch. Een muffin is eieren? Oh, want een ei is niet biologisch. Nee, het is niet biologisch. Waarom duurt dat zo lang? En die muffin die moet nog uit de koe gehaald worden. Ja. Goh, wacht, film even gewoon het benenpolicy wat hier plaatsvindt. Hoezo? Wie? Nou, goh, ik weet niet. Oh, ja. Mogen wij precies hetzelfde wat de persoon voor ons heeft besteld? Moet ik heel even kijken of we het nog wel hebben? Ja hoor. We hebben maar één ziet dat ook. Niemand neemt dat hier. Ik moet even iemand naar de supermarkt sturen. Ja, sorry, dat hebben we helaas niet meer. Oh, en de persoon voor deze persoon, want mogen we wel die heeft besteld? Natuurlijk. Ja, nou, top. Wat is dat? Ik heb alleen een koekje. Oh, top. Ja, doe dat maar. Ja, top. Ja, top, doe maar een koekje dan. We gaan verhongeren! Dit is onze lunch! Ik ga helemaal door de McDrive voor alleen een koekje. Koekje, ouwe. Of tenminste, doe wat drinken. Ja, maar Pascal, wat had je verwacht? Het is ochtend. Hoi. Mag ik binnen? Ik had nog gebit. Geef ons hedendaags brood. We krijgen één koek. Hoi. Hey, dankjewel. Hey. Nou, wie wil een koekje? Niemand. Doe snel nog een ronde. Ik wil nog een keer datzelfde bestellen. Ik heb het koekje. Link, jij pakt nu dat koekje, maar dit is jouw lunch. Hè? Dit is je enige kans qua lunch wat je krijgt. Weet je, ik offer mezelf op voor een koenkermanen.
Dus als we straks iets beter krijgen, dat krijg je niet, hè? Dat is ook wel niet zo leuk hier achter. I'm taking one for the team hier, weet je. Niemand wil een koekie, Mani. Nou, en wel lekker. En wel een lekker koekie. Voor 2 euro, best prima koekie. Drempel. Wat voor Neandertaler ben je ook dat je een koenk bij een McDonald's bestelt? Willen jullie nou trouwens dat we dit vaker doen? Nee. Maar ik even mag je bestelling. Zeker. Mogen wij de bestelling van de persoon die hiervoor heeft besteld? Je bent de eerste van vandaag. Ja, dat wordt een avondmaaltijdje. Had je anders nog iets gewild? Nee hoor. Wat zit er eigenlijk allemaal in? Wat is het allemaal? Het zijn 2 variety boxmeals waar als bijgrenzen. Bij beide mais zit en als drinken 2 ijsthee. Nou, toch. Okay, ja, okay. Dat is prima. Doe dat maar. Er staat er niks van. Kip. Oh ja, het zal vast wel kip zijn. Volgens mij zijn die fruitboxen met mais. Nee, Duncan, hij zei variety box. Hey, jongens, ik maak jullie even schoon. Frietjes, wie de fuck bestelt er ook mais? Waarom ja, die guy voor ons. Ja, dat is net zoals een Happy Meal. Dan mag je kiezen of je mais erbij wil of iets anders. Zo raakt dat bij deze. Oké. Okay. Mag ik er zo even wat is het andere? Wat ja, mijn benen. Oké, okay, het is mais of. Mais. Nee, oh. Ik was alweer op mijn geest. Mais of mais. Net zoals dat je hier kan. Je bestelt hier kip of kip. Ja, het is gewoon kip. Ik heb straks een bak water drukken. Wat is dit voor interstellar universum? Ja, we hebben alleen maar mais. Maar nee, wacht. Maar dit is wel voor 1 persoon. Je kan het niet delen. Maar er staat 2 variety boxen. Ja, dus dan heb ik 2 variety boxen. Ja, dief toch een eind op als kan met je kut idee. Nee, dat is hoe het werkt. Je kan niet gaan delen. Wat nou? Zag je hoeveel personen in die auto zaten? Ja, maar dat is het ding. Of je krijgt tering van eten, of je krijgt niks. Een koekje. We bestellen in de ochtend. Nou en? Dat hoe vaak moeten we dan nog door een drive-thru heen rijden? 7 keer. Dit is de 2e keer. Oh, kut idee. Denk aan Duncan, bro. Ja, had... Top. Yes. Hey man, als je, het 2 drinken. Kan je niet aan 1 persoon geven? Ja, je kan het in de koelkast bewaren. Kinderen in Afrika, ja, die met dikke pik. Nou, oké. Ik heb deze dan wel geclaimd. Wie wil een colaatje? Dat is ijsthee. Dat is ijsthee, lul. Oh, dan wil ik die. Waarom zit het in de Pepsi-ding? Bro. Dat is gewoon reclame. Oké, wacht. Was het 2 ijsthee? Hou het gewoon in het container. Ja, maar wie wil een ijsthee dan? Niemand. Iemand dorst. Ja, niemand wil er gewoon zoveel kip in de ochtend. Ja, maar. Nee, ik heb oprecht niet gegeten, want ik heb me voorbereid op de video. Voorbereid op de video? Wat als een koenkat. Ja. Dan ben je de stervende. Ja, dat was dan de dag voor mij. Link heeft zich opgeofferd voor jou. Ja, maar die hond had toch al lunch gehad in de middag. Dan knippen we eruit voor de sensuele tijd. Mag deze gewoon op een kiertje, niet helemaal open? Nee. Vol kinderslot op. Ah, ik kan hem zelf doen. Ik kan hem niet zelf. Mag die iets hoger nog? Iets hoger? Haal het gewoon van het kinderslot af! Nee, hij is van het slot af. Er zitten 6 volwassenen hier. En een hond. Boom. Hij is dicht, de bedrijf is dicht. Oh nee! Naar de Mac. Wow, ik zit hier achterin, Pascal. Je gaat niet eten en rijden. Nou, toch doe ik hem, want ik heb honger! Hij wegscheidt aan je deur. Heb jij misschien nog een stukje kip voor mij? Ik heb honger. Jij had een koekling. Ja, maar. Au! Oh, er zit een bot in! Ja, dat oh mijn god, Pascal! Nee, je bent zo'n idioot! Je hebt ook kipvlonders! Ja, maar je ziet dat er een bot in zit. Nee, er staat iemand. Meteen door. Chicken nuggets, 20 stuks, Big Mac, medium voordeel menu. Oh mijn god, hebben ze dat hier voor besteld? 3 barbecue saus. Oh fuck. Happy meal met nuggets. Twee happy meals. Hey, maar dit is gewoon voor 3-4 man. Hé, hey, maar jongens, dit is wel goed voor de thumbnail, jongens. Alright, ik ga. Oh, hallo! Mogen wij hetgeen hebben wat degene net heeft besteld? Ja, heb je nu al wel gezien wat het is? Ja, nou, 20 kipnuggets! Dat zei ik net! Oh mijn god, ja, dit is er nog niet. En Fristie! Ik claim hem! Hé, hey, maar eerlijk, als deze bestelling er is, dan zijn we toch eigenlijk gewoon klaar. Wij moeten nog op het moment een thumbnail en nog een keer. Voor wie? Duncan en Ronald. Dat is voor 3 personen! Denk je echt dat dit voor 1 persoon is? Ben je nu... Ben je goed? Dit is voor 1 persoon. Ja, dit is voor 1 persoon. Nou, we gaan nog 2 keer. Ja, op zijn minst. Hallo, we zijn maar 2 keer, 3 keer door de
Drive gegaan. Op zijn minst 5 keer. Wie heeft er zin in 2 Happy Meals, een Big Mac voordeelmenu en het Harm komt straks en wij hebben gewoon een foodcoma. Ja, Harm kunnen ook nog geven. Ja. Ja, ook voor Harm hebben we nog nodig. En Rudy ook. Rudy komt ook. Voor mij is dat allemaal van boom. Maar niet hey, hallo, kut om! Ik weet dat je broer ja, moet het doorgeven. Morgen hier. De Happy Meal staat ook nuggets. Dan geef maar aan mij die cola. Ja, neem maar je ijsthee maar weer. Ik heb ook helemaal geen zin in ijsthee. Wil je anders cola? Ik ben prikvrij. Yeah. Is het een lekker stukje kip? Dit is ook ijsthee. Ze zag het er ook uit. Wow. Ik heb geen zin in ijsthee. Ik heb ijs. Neem een ijsthee. Ja. Ja, hallo. Hallo. Hoi. Hier maar weer. Wauw, er zit hier gewoon 2 gram proteïne in. Gain! Oh mijn god, even rustig. Ja, gast, ik kan niks doen aan die kutdrempels. Ja. Hey, heb jij al geabonneerd trouwens? Nee, nog niet Pascal, want ik ben een sukkel. Ik ga nu meteen even abonneren. Zo. Dat heb ik gedaan. Heb ik nu 10 jaar geluk. Maar wat als we straks gewoon dezelfde bestelling krijgen? Gewoon onze oude bestelling. Ja, net als er niemand anders is gekomen. Daar ben ik wel bang voor namelijk. Dat is wel bizar. Nee, nee. Ik zie daar al iemand staan, een andere auto. Niet. Maar dan kan je even kwamen mensen te doen. Ja hoor. Ik denk dat je gewoon echt ziet door de video heen dat ik steeds ongelukkiger word. Eén lijk is één troevige dunk. Yeah. Mag ik hetgene wat de persoon voor ons heeft besteld? Even kijken. Anders of iets? Nee hoor. Yes, dankjewel. Dank u. Ik heb nog honger. Hetzelfde. Nou, hier alsjeblieft, Ronald. Smikkel er maar lekker bij. Van. Dankjewel. Maar wat heeft Duncan nou dan? Ja, gast, die heeft die hele zak met 20 nuggets. Heb jij de 20 nuggets? En daar zit ook echt een Big Mac menu in, dus dat komt echt wel goed. Ah, nou, Nog één keer langs de McDonald's dan. Nog even voor Harmer. We moeten nog even 1 ding halen. Hey. Voor wie was deze ook weer? Deze was van Harm. Ja, sorry. We gaan nog 1 keer. Mogen we nog 1 keer wat ervoor? Ja, maar kijk, deze is zo saai. Wat is de persoon daarvoor dan? Was die leuker? Nee, ze probeert geld af te doen. Werknemster van de maand. Ik vind het hetzelfde. Ja, graag. McFlurry M&M pinda met gaan we in de volgende aflevering op zoek naar de mensen die dat soort helse dingen bestellen gewoon. Zou niet voor ons. Stel je voor, Harm komt te laat en zei ik ging even wat eten halen. Oh. Ja, maar dat is gewoon ondankbaar van hem. Hallo. Hallo. Gaan we straks weg. Dank u. IJs. Ik heb 2. Oh my god. Dat is voor Ronald, hè? Oh ja, dat zei jij. Oh nee. Jawel, dat is voor alleen, was voor Harm. Nee, is voor Ronald en Harm. Alleen voor Harm. Ronald, dat is voor jou. We gaan weg. We gaan terug. Tot nooit meer. 6 frietsausen. Ja, nee, er zal ongetwijfeld van deze ook nog die saus. Frietsaus. Voor 2 Happy Meals. Wie dipt er nuggets in frietsaus, Jer? Best veel mensen, hoor. Ja. Ja, serieus. Door 3 kippies van die fucking KFC zo misselijk. Ja. Dat is echt insane. Kippie. Oh, nee. Warm is nog veel meer dan nog even. Nou, die barbecue saus is oppermachtig goor. Harm, wat vind jij ervan? Ja, we hebben eten voor je geregeld. Ah ja, gast. Nee, serieus, dit is echt allemaal nog voor jou over. Wat een doosje wonderwagen. Dit is mijn eten voor vandaag, is mijn lunch. Lekker. Ik heb gedaan, ik heb een keer besteld dat mensen voor me gingen bestellen en dan een keer 10. Oh. Waarom? Ja, maar jij bent ook gewoon niet goed in je hoofd die etens challenges. Gewoon alles weggooien. Oh nee, wat alles opeten. Schreeuw even abonneer in de camera. Ja, abonneer je, nu!